Bij een lekker gerecht hoort natuurlijk een aangepaste wijn. Wijninvoerder Mark Dulst zorgt daarvoor. Met zijn neus voor kwaliteit weten de gerechten perfect aan te vullen met de juiste wijn. Voor bij dit gerechtje gaan we naar Spanje, meer bepaald naar Ribera del Duero. Ribera del Duero is voor mij naast Rioja en Priorat een absolute topregio. Deze wijn is gemaakt 100% van Tempranillo. En wat dat ze eigenlijk specifiek doen voor dit product, is die lageren op twee verschillende houtsoorten. Enerzijds gebruiken ze Spaanse eik en anderzijds Amerikaanse eik. Nu, waarom heb ik voor deze wijn gekozen bij het gerechtje? Wel, we zitten hier met toch wel redelijk kruidige smaken. En dus dat vraagt eigenlijk een complexe, rijke wijn. En in deze wijn vind je dat helemaal terug. Dus daar zijn echt kruidige tinten in, maar ook balsamico, ook wat tabak en leder. En hij heeft zodanig elegante tannines die serieus onderbouwd zijn, waardoor ik er zeker van ben dat jullie gaan genieten bij deze prachtige foodpairing. Smakelijk.